This is a Chucky Beat production. Nice, nice. Yo mensen, goedemorgen. De ochtend was vandaag echt een slechte start. Het was echt wel een slecht weertje. Het was nog altijd zo'n beetje grijselijk gisteren. Maar het zonnetje is er doorgekomen en check die shit. Wow, yo, super nice, heerlijk. Ik ga vandaag niet te veel doen, want morgen vertrek ik voor 3 dagen naar Hasselt. Het is Belgisch kampioenschap. Ik ga daar filmen, ik ga daar een beetje proberen mee mixen. Ik ga daar chillen, het gaat super vet worden. Ik ga op de camping. Maar ik moet vandaag ook naar Decathlon. Ik moet nog een campingmatje checken, dus dat ga ik eerst doen. Ik heb momenteel geen auto ter beschikking. Jullie zien het, geen Audi, geen BMW, gewoon niks. Dus ik ga eerst een beetje maken en even chillen. Let's go! Holy shit, dat ziet er echt heel nice uit. Damn, check die shit. Het ziet er net uit als de aardbeidjes op een aardbeientaart. Op aardbeientaart gebruiken ze ook altijd ijverige fruit. En ik gebruik altijd ijverige fruit voor mijn yoghurtjes. Maar meestal plet ik het gewoon wanneer het echt koud is. Dan smaak ik het meer naar een ijsje. En vandaag heb ik ze een uur op voorhand uitgehaald. Helemaal hetzelfde of gewoon een aardbeientaart. En dan doe ik gewoon zo. Pak de pindakaas. Ik roer misschien een klein beetje in de pindakaas. Oeps. En dan gewoon. Nice. Zo'n pot gaat er bij mij meestal door op 2 of 3 dagen. Mensen denken van wow, je wordt er dik van of dit of dat. No way, daar word je echt niet dik van. Pindakaas is echt een gezond product. Joe. Fuck yeah, check die shit. Nice, ik ga nu mijn yoghurtje verder afwerken. Let's go. Yes, yes. Ik was vergeten dat ik die tent had. Holy shit. Mijn dag is super goed gestart. Het is echt goed weer. Ik heb mijn tent teruggevonden dat ik eigenlijk niet meer wist dat ik hem had. Die tent is zo met ingebouwde verlichting. 3-persoonstent, dus ik ga lekker veel ruimte hebben. Ik ga voor 3 dagen naar de Belgium BMX Open. Dus ik ga 3 dagen in die tent slapen. Een matje heb ik nog niet. En ik ben op een super briljant idee gekomen. Ik ging normaal nu nog naar de Decathlon gaan, maar ik ga die shit gewoon skippen. Ik ga gewoon naar de Decathlon in Hasselt. Dan moet ik dat niet heel de rit meenemen. En ik ga waarschijnlijk toch terug met de auto. Dus die shit wordt fucking chill. En ik heb nog iets gedaan. Super nice. Check die shit. Check die shit. Zoef. Duct tape. Mijn statief was dus altijd moeilijk aan het doen. Die middelste stok. Die kwam altijd naar beneden en ik heb er gewoon duct tape aan hangen. Ik was van alle shit van plan met lijm en noem maar op, maar soms is gewoon duct tape the way to go. Nice, alles is weer on point. Ik ben fully prepared. Zwembroek en handdoek, water. En de zon, wat moeten we nog meer in het leven? Nice, ik ben helemaal stoked. Let's go. Goed man. Chill. Terug op de club. Lang geleden. Jullie hebben sowieso de homie Thibaut Maaiers lang niet meer op de vlog gezien, maar jullie zien het eerst terug. Hij heeft een extreem drukke werkperiode achter de rug, niet waar? Ik denk dat hij 12 tot 15 uur per dag aan het werk was, elke dag, dus die shit was hard. En ik was altijd op de move. Ja, en ik vertrek bijna naar Biarritz. Oh shit. Voor deze man. Damn.
Ik ben hier net 2 minuten aan het trainen in de mini-ramp. En ik merk... Oh nee, het gaat die kant zijn. Ja, mijn pedaal zit los. Er zit hier speling op. Ik ga even naar binnen gaan kijken als ik geen sleuteltje kan vinden. Er is hier een dude en die gaat me helpen. Ja. Yo. Hallo. Oh, fuck. En waar moet ik daarvoor zijn? Wacht, ik ga aan Pieter vragen. Alright. Pieter! Ik ben al geabonneerd op je kanaal. Alright. En ik heb al je video's geliked. Ja? Ja. Nice. Ik kan hem zo een 7 geven, dan is hij misschien beter. Met geen remmen nou. Nee, geen rem. Is dat Pieter ook een rem of zo? Die shit is opgelost. Een dikke shout-out naar Animals Beach voor me te helpen. We kunnen BMX'en. Een goede beslissing heb gemaakt. Het was daarnet echt zo vermoeiend met al die kinderen, al die vragen. Maar alleszins een dikke shout-out naar jullie, want ik hou van jullie. Zonder jullie was mijn YouTube-kanaal gewoon niks. En ik kom hier gewoon even voor te relaxen. Ik passeerde hier en ik dacht, ik ga gewoon net als eergisteren hier gewoon even chillen. Gewoon even niks doen. Ik ben toevallig ook mijn gsm vergeten, dus ik kan mijn drone niet opstijgen. En ik dacht, dat is het perfecte moment. Ik heb geen gsm. Geen klok, geen uur, gewoon even chillen. Nice. Yes, we zijn alweer avond. Ik heb mijn avondmaal al gegeten en ik ging direct het dessert ook eten. Ik heb yoghurt met pindakaas. Jullie weten echt hoeveel pindakaas ik eet. Deze pot is van vandaag. Die is al half leeg. Dus een potje om de 2 dagen, dat is mijn leven. Ik ga niks meer doen vanavond, want het is beginnen regenen. Het is echt fucked up weer.
Dus ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog. Like deze video, deel deze video met al je vrienden. Peace.